Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 9 februari 2024. En het is nu 5:10, zoals je kan zien hier achter mij op de klok. En ja, ik wil gelijk eventjes een verjaardagswens de deur uit sturen voor degene die vandaag jarig is. Diegene heeft ook al een appje van mij gehad. Dus, maar alsnog wil ik jou wel van harte feliciteren met je verjaardag. Ja, ik noem even geen namen, maar diegene weet heus wel als hij het kijkt dat ik het over hem heb. Dus ja, dus bij deze, dat heb ik ook alweer gedaan, even ook via de video. Dus willen jullie hem ook even feliciteren, doe dan eventjes een felicitatie voor hem eventjes hieronder. Daar zeg ik al, ik noem even geen namen, maar er is vandaag gewoon even iemand jarig, dus... Dus ja, dus dat eigenlijk. En ik ga even hier wat het een en het ander doen, want hier ligt heel veel haar. Deze dame vindt zich heel leuk om zich helemaal kaal te vreten. En nee, ze heeft geen vlooien. Ze heeft waarschijnlijk een allergie. En daar ben ik nog even aan het uitzoeken wat voor allergie. Maar dat komt zeker goed. Dus ja hoor. Het is mij nog nooit overkomen dat ik het niet weet of dat ik er niet achter kom. Ik kom overal achter wat mijn dieren markeren. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Ik ga nu ook sowieso eventjes deze kerel eventjes aandacht geven. Hè? Ja. Hallo, lul. Hallo. Hallo, dan niet. Het hangt er nou zo bij van, je moet dit. Hey, hallo, ik ben hier. Ja. Nou, als je nou even goed gaat. Nee, tuurlijk, in mijn nek. Ja, fijn. Is dat fijn? Nee. Maar oké, ik ga even de kattenpak doen en alles. En ik heb mijn broer en even andere mensen ook eventjes op Discord gezellig. Dus die horen ook dat ik nu aan het vloggen ben en mijn vlog aan het openen ben. Ook leuk. Hey, toevallig. Dus ja, dat ga ik even allemaal lekker doen. En Ro is nou ook met de hondjes even naar zijn ouders. Dus ja, ik zou zeggen gewoon even bij het kijken van deze vlog. Nou, heb even alle beelden van de camera die hierop staat, heb ik nu op de computer gezet. Ik ga met deze vlog straks bezig. Mijn broer gaat met andere vlogs bezig. En dan komt deze namelijk de 26e online. Ja, en Speedy ligt lekker hier. Ja, lig je lekker, vent. Ja, hè? Dus ja, en ik ga dus nu naar de keuken, want ik heb wat uitgevonden. Ik zal even mijn telefoon wat zachter zetten. Geduld. Sorry voor de herrie even. Maar ik heb wat uitgevonden waar ik dus geen dumping meer van krijg. Want ik had jullie verteld dat ik namelijk een dumping kreeg van brood, want daar zit heel veel melk in. En nu heb ik dus namelijk wat uitgevonden. En dat is deze, zeg maar. En bij de Aldi vandaan. Ja, Aldi is goedkoper. Ja, precies. En daar doe ik dan 3 plakken kaas op. Ja. En dan doe ik dan nog komkommer en peper erop. Dus dat laat ik zo meteen zien als ik daarmee klaar ben. Dus dat houden jullie sowieso voor me te goed. Dus het komt helemaal goed. Echt wel, zeer zeker. Dus, en dan moet ik zo meteen nog even naar de Hoogvliet. Want ik had Ro ook al geappt, maar ik krijg geen reactie van hem. Dus... En dan moet ik nog dingen klaarmaken voor morgen. Want ik moet morgen werken van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts. Dus ik maak ook niet zo'n hele grote vlog volgens mij. Geen idee wat ik allemaal ga filmen. Maar dat komt vanzelf wel goed. Ergens weet ik veel. Maar jullie zien het vanzelf wel of dit een lange vlog of een korte vlog gaat worden. Dus ja, ik ga even dit verder klaarmaken. En dan laat ik jullie zo meteen het eindresultaat zien. Kijk eens, en dit is mijn krakker met kaas en komkommer en met peper erop. Erg lekker. Ja, inderdaad. Dus dat ga ik weer even smikkelen. Dit wordt mijn de 9e krakker van over deze hele dag alweer. Dus het gaat goed. De goede kant op dat ik weer lekker aan het eten ben. Ja, opa. Hi puppies. Zijn jullie lekker bij opa en oma geweest? Ja, zijn jullie lekker bij opa en oma geweest? Ja, ben je lekker bij opa en oma geweest? Ja? Ben je lekker bij opa en oma geweest? Hoi schat! Hoi, hoe gaat-ie? Ja, zo. Huh? Zal ik het zeggen? Nou, zeg het eens even tegen je vrouwtje. Ja, zeg het eens even tegen je vrouw. Vertel het eens. Ja. Hoe was het dan bij ouders? Wel goed, veilig in bed.
Zo, ging die weg. Oh, hè, je hebt een pakketje binnen. Jee, oké. En wat voor pakketje is dat? Oh, wat is dat nou weer dan? Met van en van glas, denk ik, neem ik aan, of niet? Ja, dat ziet er wel uit. Ik denk dat het hard plastic is. Nee, dit is glas. Kijk. Kijk eens naar het vogeltje. Ja, ik zie jou omgekeerd. Is leuk. Dit is glas. Is leuk. Waarom is het leuk? Hallo, focus. Ik zie dat niet. Kijk, hè. Even pakken. Kijk eens naar mij. Ja, ik zie dat niet. Ja, oké. Okay. Ja. En dan heb ik hier deze piramide. Piramide? Ja. Een piramide. Nee. Daar ben je. Ja, helemaal top. Maar het was dus leuk en bij je moeder. Ja. Oh, hier is die prisma. Ja, maar dat was een piramide die je had hoor net. Dit is prisma. Ja, dat ja, maar die andere niet. Ja, ik vroeg me af waar die prisma was, maar dit is de prisma. Oké. Okay. Dus dat is leuk voor de fotografie en de filmografie, et cetera. Oké, okay. Top. Dat niet. Nou mensen, ik heb even Angelo even aan de telefoon. Is gezellig. Want ik heb dit gekregen. Ja. Maar Angelo, die mag dus nou nog gaan raden wat het is. Dus. Ja, ik heb geen idee, joh. Wat denk je? Als het winter is en dan kun je het omdoen en dan blijf je warm. Ja, een sjaal of zo? Nee, dat niet. Of zo, ja, of zo. Dan, en dan word je wel warm. Of zo. Ik moet even van Harrit zeggen dat je niet moet schreeuwen, want dan hoort je door de microfoon op Discord. Hé, Harrit, jammer dan voor je. Even jammer, pech. Jammer. Jammer dan voor je, echt zo. Ja. En ik schreeuw dan niet eens. Maar, ik praat zachtjes. Ja, maar nu zit ik me heel sterk af te vragen wat het kan zijn. Nou ja, deze achtergrondkleur die jij nu hebt, dat past er net wel mooi bij, dat groene. Ja, dat weet ik. Want kijk eens, ik heb paars, maar computer, groen, lampie, groen. Maar dat is echt al jaren. Een warmtematje of zo, weet ik veel. Nee. De groene badmuts, I don't know. Daar kom je in de buurt. Als je dronken hebt, heb je het ook. Als je dronken hebt, als je dat, en dat zegt Rodus nu, als je dronken hebt of bent, dan heb je het ook. Een badmuts? Nee. Jezus. Ja, ik zie gewoon iets groens, maar daar houdt het zeg maar bij op. Ja, ik kan er echt niks mee. Dat is leuk, jongens. Hè? Moet ik er eentje doen? Ja, doe maar. Doe maar eventjes wat doen. Ik wil dat wel eens zien. Ik wil dat wel eens zien bij jou. Kijk uit. Doe dat dan even alsjeblieft even op de grond. Want anders dan gaat het allemaal. En deze tas ook even lekker op de grond. Op de grond. Want ik moet toch dat weer gaan legen. En deze schoen ook weer op de grond. Dit is leuk, jongens. Kijk, en dan gaat de rode dus nu eentje even uitpakken. Nee, is die voor jullie? Dan heb je hem wel snel binnen, moet ik zeggen. Nou, duurt nog wel. Wanneer heb je hem besteld dan? 2 weken geleden. Twee weken geleden. Maar ben je ook een eikel eerste klas ook, hè? Lullo. Ja, laat vallen, schat. Ja. Helemaal goed.
Dit wordt weer leuke content voor de auto. Ja. Krijg je hem open of niet? Wat is het? Je gaat het zometeen heel snel zien. Het is groen. Het is groen. Ja. Even nog niks doen. Even nog niks doen. Het is geen Hulk. Een biermakmuts of zo? Hij staat je wel enig, schat. Dan ben ik echt heel erg benieuwd. Hij staat je wel enig. Ik zal de camera draaien. Mo, moment, toch geduld. Hartstikke idee. Wacht even. Ben je er klaar voor? Jawel hoor. Ja. Wat goed. Zeg maar niks tegen Harriet. Nee. Ik heb mezelf gedempt. Ja, dat is mooi. Schat, doe maar af. Want anders kan hij dus niet meer over. Want anders gaat hij even vormen voor mijn ding, zeg maar. Als je het koud hebt, kun je dit opzetten. en dus die komt over mijn hoofd steunen. Oh, wat goed. Nee, maar dat vind ik echt grappig. Dat vind ik echt grappig. Bij Temu, zeg maar. Ja, maar het kost ook allemaal niks op bij Temu. Nee joh, dat is het leukste. Nee, kijk hier, vanaf zo. Vanaf zo, ik haak hem zo vast. Nou mensen, jullie zien dus nu hoe het er nu uitziet, zoals dit. En dat gaat veranderen in 3, 2, 1. Dat is zo grappig. Die lomp krijgt een beetje iets anders doen. Ja, aan die andere kant, schat. Nee. Nee, nou maak ik hem net een beetje anders. Wacht even, als jij dan hier komt staan, ik weet precies wat ik nou moet doen. Ik weet nou precies wat ik moet doen, ja. In die mond zit raar. Ja, maar het is ook maar net hoe het is hier. Beetje omhoog trekken. Deze. Die mond. Een beetje meer dicht is. Ja, maar dat. Zo bedoel je? Nee, iets hoger nog. Deze. Dat onderstuk naar omhoog. Ja, daarom ben ik ook al deze. Ja, wel iets. Oké, check. Grappig. Dat zeg ik. Het is ook grappig. Wat een schurken. Dit is schurken in je auto. En vast het tankstation overvallen. Leuk. Dat is goed voor het carpoolen. Waarom heeft er nou weer iemand op mijn auto geschreven? Wat is dit? Wat is wat? Dit is niet voor mij, zeg maar, wat daar staat. Dat is niet voor mij. Drie streepjes. Ja. Samen. Ik heb je auto's zo even door. Nee, wel. Dan is het goed. Ja, ga even naar de app toe. De app store. Heb je van orde, want ik ga korting. Krijg je korting? Ja, tuurlijk. Altijd. Eens kijken dan. Annieuw LED staat er met tankers. Ja, hij staat. Oké, top. Nou, waar anders dan pomp 5. Ja, soms pomp 3. Soms pomp 6. Zeg ik dat goed? Dat is aan de andere kant. Ja, okay. Geen idee. Dan bevestigen. Hey, yay! En nu staat er met tanken.
Voor 20 euro is erin. 20 euro? Ja. Jemel, 20 euro. Je hebt al 5 euro getankt. Op de helft. Eurotje. Ja, oh maar. Dat wordt zo duur. Kijk wel, tientje korting. Een tientje? Ja. En 10 cent. Ja, 10 cent, ja. Ja. Toch? Ben je daar blij mee met die 10 cent korting? Ik wel, altijd, dat weet je. Ik wel. Kijk je uit en dat er ook misschien andere mensen erin komen? Ja, dat kan. Jou erop houden. We zijn dus weer bij de Jumbo, zoals jullie wel zien en wel begrepen. En dan gaan we eens even naar de bak. Nou, eens even kijken wat erin zit. Hé, hey, hoe toevallig. Waarschijnlijk helemaal niks. Nee, er zit niks lekkers in. Maar wat is dit? Spruitjes met wat is het? 2,50. Nee, dan ga ik niet vol betalen. 8 euro. Ja. Ik had het al gezien. 8 euro. Huh? Ja. Maar dat is 15 euro. Ja. Wat is dit? Dat is panipuri. Ja, wat is dat? Panipuri. Ja, maar vertel even, wat is dat voor iets? Amuse. Ja, maar wat is dat? Niet een amu... Je kan eten. Maar wat is het? Bolletjes met groentjes. Maar moet je het bakken? Wat? Moet zelf kopen. Bereiden, laat ik het zo zeggen. Ja, ik zie dit dus, jongens. Ja, dat is dus dit. Maar de vraag is aan Roos, zoals jullie kunnen horen, van wat is het? Verwarm de zonnebloemolie in een friteuse op 170 graden. En frituur 5 panipuris per keer in ongeveer 20 seconden. Draai regelmatig om in een hete olie totdat ze goudbruin zijn. De gebakken panipuri kan met een scherpe mes voorzichtig door het midden gesneden worden. De bovenkant indrukken, naar wens vullen. Ja, oké, ja. Check. Doei. Het is een soort van kroephoekachtig, dus. Oké, helemaal goed, helemaal prima. Nee, ik ga achter Roa, vind ik leuk. Ha. Kansbaak op het winterpakket? Hè? Huh? Ja, kansbaak op het winterpakket? Nee, hoef ik niet. Voor je auto? Nee, hoef ik niet. Heb ik ook geen zin in, schat. Echt niet. Weet waar ik zo meteen mijn zin in heb? Dat is slapen. Gewoon lekker slapen. En met een slaapmuts erbij. Ja, zo heet dat eventjes. Met ook wat daar staat, zeg maar. Maar dan in het rood. Ja, precies dat. Een rode slaapmuts. Helemaal goed. Daar heb ik zin in. Zeker heb ik daar zin in. Yes. Kijk, schat. Hier is dus ook 1,19 euro. En hier staat dus circa 33 stuks. Circa, dus ongeveer. Ja, precies dat. Zijn we aan het doen? Nou, ik heb hier een pan met rijst en dat was nu net helemaal nog helemaal vast aan de pan, zeg maar. Dat maak ik dan nu even los. Ja, erg handig. En dan doe ik deze even hier naartoe. Ik heb hier dus een klein pannetje. En heb ik hier een mooie blik Babi Tangang. Focus, dankjewel. Blijf langer, ja. Ja, dan ga ik hem even openen. En in zometeen is deze lamp aan. En toen was hier dus aan. Ja. Yeah. Kijk, de lamp is aan. Ja. Yeah. Even iets meer licht. Handig. Aan dan. Kijk, en dan doen we deze erbij. Waarbij? Met aardbei. De wat? Waarbij? Aardbei. Ja, bijna wel. Dan doe ik een beetje water erbij in deze blik. Blik. Ik kom weg. Eens kijken, wat een beetje water. Een beetje water. Heel unimini. Bijna niet noemenswaardig. Even schudden. Goed, hè? Zo. Kant weg. Ja. En dan ga ik het vuur aanzetten. Het vuur nog aan. Ja.
is een lady. Kom eens hier, mama. Kom hier dan. Kom hier. Kom hier. Kom hier dan. Nee. Nou, hey, boven twee, nee, alsjeblieft. Nee. Doe ik het zo. Dan wel, ja, ja. Nee, is goed, joh. Hè? Mm-hmm. En dan ga ik het even roeren. Ja. En wat ik er dan nog meer bij ga doen, dat is een beetje ketchup manis. 100% natuurlijk glutenvrij. Maar even... Ja, dan doe ik dat er een beetje doorheen. Ja, oma. En peperd. Lekker genoeg. Sambal bij? Ook dat gaat er doorheen, ja. Maar niet, dat is niet erbij, dat is erin. Ja, erin, erbij. Erbij voegen. Ja, erbij voegen. Ja, erop. Wat vinden de bijen er wel van? Dat gaat gevoegd gaan worden. Hè? Wat vinden die bijen er dan wel van? Ja, weet ik niet. Dan moet je de bijen gaan vragen. Ja, die worden gevoegd, zeg je net. Ja, de bij gevoegd. Ja, de bijen worden gevoegd. Ja, 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 ja. Prima met jou. Dus, niet diervriendelijk, zeg maar. Dan heb ik hier een hele grote pot met zambal oelek. Oelek. En dan pak ik een lepeltje. Jo. En daar is heel veel sambal nog in. Jo. Lekker, een halve lepel. Half theelepeltje. Theelepeltje, nou dat is geen theelepeltje meer hoor. Dessertlepel. Ja, dus dessert. Een woestijnlepeltje. Ja, je ziet. De wat? Wie? Een woestijnlepel. Een dessertlepel. Ja, wat jij wil, schat. Het verschil tussen dessert en dessert. Ja, hetzelfde, alleen je spreekt het even anders uit. Precies, daarom. Ja, precies. Maar, ik heb dus nu wat in de auto en daar moest jij net heugelijk om lachen. Waarom? Vertel. Dat is grappig, dat het eruit zag. En maar hoe ziet het eruit dan? Nou, een beetje groenig. geen hulkkleur, maar het komt in de buurt. Wacht. Hey Google, een lamp keuken uit. Zo. Jij moest net heugelijk lachen. Waarom moest jij net heugelijk lachen over mijn auto? Vertel. Nou, je had er iets in gedaan. Ja. Dat ik juist vandaan verteld had. Ja. En... Nou, het zag er gewoon grappig uit. Als het zo geïnstalleerd is en je komt aanlopen, dan is het net of er iets in je auto aanwezig is wat er niet is. Boos, boos. Ja, maar dat vond jij dus al heugelijk geweldig leuk. Ja, bijzonder grappig. BG. En jij gaat ook wat. En jij gaat het waarschijnlijk in dit halen kopen? Bestellen? Misschien wel. Dit is hoe duur het is. Nou, dan kunnen we toch gewoon echt gewoon de goedkoopste bestellen. Neem ik er eentje voor een passierstoel. Dan kan je carpoolen. Ja, precies. Nou, ik ga dit nog eventjes maken. Dit ook. En dit moet eventjes in een bakje. Heb jij een bakje voor mij eventjes? Nee, gewoon nee. Waar ik het in kan doen, zodat het mee kan morgen, Ro. Dat soort bakje. Nee. Dank je wel. Fijn. Nee, gewoon in die kast heb ik een bakje. Ja? Een bakje. Daar heb ik een bakje. Ja, hij moet helemaal... Dan moet ik deze bakje hebben. Ja, precies. Helemaal top. Nee, ik heb al... En dan kan deze deksel er weer bij, die... Deksel. Ja, deksel. Die kan er weer bij. Helemaal goed. En dan kan dat weer naar beneden in de kast. Precies dat. Dus, nou, even dit even maken. Helemaal uit. Lekker. Jij wou ook nog wat? Ja. Ja? Moet je zometeen eventjes rijst een beetje voor mij eventjes op een bordje doen voor jou. En eventjes in de magnetron doen of zo. Of eventjes in een bakje ook goed. En als je dat voor mij in een bakje ook doet, dan moet dat eerst in zo'n bakje dan nog overgeheveld. In dat bakje, deze bakje overgeheveld worden. Overgeheveld? Ja, precies. Klinkt heel vies. Ah, maar dat is het niet. Overgeheveld. Nee, overhevelen. Oh, over. Overgeheveld, ja. Overgevelen. Ja, overgevelen. Klinkt als iets anders. Ja. Overgeven. Maar dat is vies. Ba. Zo zeg je altijd. Ba. Ijoe. Ja, iel. Ja. Hi lady. Kom eens mama. Kom eens hier. Oh ja, jij wel hè. Hi. Kom hier. Hi.
Kus. Dank je. Jutte, kom. Mama kan even kus. Kom. Hoi. Kus. Knuffie. Lady, kom. Kom. Kom hier. 1, 2. Kom, Lady. 1, 2. Kom hier. Nee, welke kant ga je op? Daar naartoe. Dan kom ik jouw kant op, schat. Dan kom ik jouw lekker kant op. Ja. Kus. Hallo. Mag ik kus? Ik hou ook voor jou, hoor. Ik hou ook voor jou, hoor. Ja, hoor. Ben je lief? Ben je lief? Ja? Ga je lekker met papa mee? Hé? Ga je met papa mee? Ga je met papa mee? Mag je lekker zondag lekker bij mama op bed liggen? En jij ook? Mag je lekker woensdag, ja hoor. Mag je lekker zondag lekker, hallo, lekker bij mama op bed liggen? Zondag? Ja? Zullen we dat doen dan? Ja? Doen we dat? Gaan we dan samen nu even de vlog even afsluiten nog? Ja? Nou, kom eens hier. Kom eens bij mama. Kom. Ja, kom hier. Oh ja, ja. Wij gaan, nee, kom hier. Lekker ding, kom hier. Oh ja, wij gaan lekker deze vlog lekker afsluiten, jongens. Ja. Ja, dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Wat moeten ze doen dan? Duimpje omhoog. Abonneren, liken en reageren. En abonneren. Hè, Leed? Ja, hè? Die zegt ook ja. Hè, schat? Dus, ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Nou, morgen. Ja, morgen.